Bent u er klaar voor? Ja, zeker. Daar komt hij aan. Dag Frans, hallo. Je hebt geen idee wie ik ben. Nee. Ik ben Jeroen Pen, schrijver en ik werk bij De Balie. Kijk. En ik werkte ooit bij de omroep. En welke omroep? De KRO NCRV. Oké. Een roerige omroep. Zeg, ik ben alle mensen gaan bellen over jou, een beetje een beeld van je te krijgen. Ja. En ik sprak iemand uit je BNR VARA tijd en die zei, de beste baas waar ik ooit voor gewerkt heb. Oké. En ook een boegbeeld van het VARA gedachtegoed natuurlijk. Wat maakt jou een goede manager, denk je? Wat maakt mij een goede manager? Nou, ik hoop dat ik vooral de hoofd- en bijzaken van elkaar weet te onderscheiden. En zeker als je helemaal aan het eind van de lijn bent, dan merk je dat er veel bazen in Hilversum zitten die aan wat ik noem micromanagement doen. Ja. En dat vind ik niet de meest verrassende of de meest verstandige reis, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Moet je nalaten, hè? Je moet vooral vertrouwen op je mensen. Zeker. Dat is voor jou onderdeel van goed werkgeverschap. Wat is verder goed werkgeverschap voor jou? Nou, het is niet zozeer werkgeverschap, want we zitten natuurlijk wel... bij de VARA bijvoorbeeld leidde je toch een ideologische omroep. En dan gaat het vooral over hoe je mensen toch wilt inspireren... om datgene te maken, datgene te brengen wat je als VARA-club belangrijk vindt. Ja. En daar hoort in de basis vertrouwen bij. Vertrouwen in de goede makers, in het feit dat ze de goede verhalen kunnen vertellen... en dat ze diep geworteld zijn in de opdracht waar wij voor staan. Ja, er staat in het omroep-CAO een richtlijn voor het aantal flexwerkers. Ja. Dat is 25%. Ja. In werkelijkheid is het 36%. Is dat vertrouwen? 25 en in de werkelijkheid is het 36. Dus het is meer dan in de CAO's. 11% meer dan de bedoeling is. Ja. Nou ja, dan voldoen we in elk geval ruimschoots aan de richtlijn. He, die, toch? Of begrijp ik het verkeerd? Is veel te veel flexwerk. Ja, maar het is natuurlijk niet zonder reden dat die 25% als basis is opgenomen. Mm-hmm. Kijk, hier zit heel duidelijk spanning op. Een creatieve organisatie willen leiden en willen zijn. En de zekerheid en de vastigheid van de werkgemeenschap. Mm. En dat staat altijd op gespannen voet met elkaar. Want we weten ook allemaal dat wil je echt nieuwe inzichten, wil je nieuw bloed, wil je verse nieuwe inzichten en verhalen, dan heb je ook doorstroom nodig. Dat is, ik weet niet of het helemaal het antwoord is. Doorstroom is wel heel snel soms? Ja. Nee, dat kan. Als wij, ik zeg we, hè, ik leid de VARA niet meer, maar als we op 36% zitten, dan vind ik in elk geval... Dat we wel iets opgeschoten zijn met elkaar. Oké. Wie gaat over de inhoud in Hilversum, Frans? Wie gaat over de inhoud? Als ik meteen de politiek correcte antwoord... Doe maar in één zin het politiek correcte antwoord. In één zin. Nee, kijk, formeel gaan natuurlijk de omroepen over de inhoud. En de NPO gaat over plaatsing, budget, zendtijd. Maar gaat ook overigens over de programmering en de aanbodmix in de programmering. En hier zie je dat we door de wetgever met een enorm dilemma zijn opgezadeld. Mm-hmm. Namelijk, als je programma's moet selecteren, dan kun je dat niet anders doen dan toch naar de inhoud te kijken voor een deel. Dus ik geef altijd de vergelijking dat het een soort gedoogbeleid is. Hè, dat wij mogen wel wiet verkopen, maar we mogen niet wiet inkopen. Of vergelijkbaar. Dus je moet selecteren, ja. Maar ja, je selecteert niet op de kaft van het programmavoorstel. Frans, ik werkte zelf bij een online platform. Okay. Dat op last van de NPO werd samengevoegd met de oudste actualiteitsredactie van Nederland. De opdracht was dat we even millennial tv wilden maken met mensen die met alle respect nog ouder waren dan jij. Dus dat project mislukte ook. Het kostte veel collega's hun baan. Ik kreeg grijze haren. Waarom worden makers afgerekend op proefballonnetjes van netmanagers? Ja, dan ga je ervan uit dat dit de complete waarheid is. Hè? Want ik bedoel, er zit natuurlijk ook nog een vertaalslag waarschijnlijk tussen de programmaleiding van de KRO en NCRV naar de werkvloer. Hè, en Ik bedoel, je noemt nu geen namen en rugnummers, maar... Dat doen we zo aan de bar, maar we hebben 12 minuten. Dus, Nee, maar goed, dan krijg ik ook een beeld wat er echt feitelijk aan de hand is. Ik bedoel, ik moet nu een beetje in een black box kijken en of wat jij, of jouw stelling die je neerzet, of ik dat herken en of dat ongeveer de waarheid is. Kijk, ik zie een paar dingen. Eén, wij maken 9000 uur televisie. Doe er 2, ja? Nee, 9000 uur televisie. Ja. En binnen die 9000 uur televisie proberen wij zo consensueus mogelijk te selecteren, te kiezen. En ook, overigens, te vernieuwen en te innoveren. En daar zullen ongetwijfeld een aantal proefballonnetjes tussen zitten die mislukken. Ongetwijfeld. Ja. He, dus als ik helemaal met jou meega, dan zal iedereen uit de praktijk kunnen vertellen... Dat we ook wel eens te scherp voor de wind gaan. Dat we misschien te snel willen innoveren. Dat we te snel zaken van de boord spelen. Maar het meest interessante is natuurlijk de lange lijn van de publieke omroep. En de lange lijn is dat wij investeren. Dat we bouwen. Dat we geduld hebben. Ja. Dat we opnieuw beginnen en weer bouwen. Ik wil het zo nog met je over de lange lijn hebben. Ik heb best wel veel makers gesproken de afgelopen dagen. En... toch ook wel veel kritiek op de NPO, ook op jou en op je collega's gehoord. Wat me alleen opviel was dat iedereen zei, niet mijn naam noemen, niet doen. Hoe komt dat? Nou ja, hoe komt dat? Ik denk dat dat de beelden zijn die anderen op ons plakken en soms ook op mij plakken. Ik durf te zeggen dat ik niet alleen heel goed tegen kritiek kan, ik vind het zelfs... niet alleen buitengewoon prettig om kritiek te krijgen. En ik ga ook graag het debat aan. Zeker over dit soort inhoudelijke zaken. Okay. Dus er is geen... Want dat schuilt erachter, is er een soort afrekencultuur. Hè? Van, als je kritisch of vervelend... Maar die kan natuurlijk... Jij kan met mensen afrekenen, maar mensen kunnen ook het gevoel krijgen... dat het niet veilig is. Omdat er wel erg veel macht aan één kant ligt. Ja, maar doe je iets actief om dat gevoel weg te nemen? Of? Ik doe zelfs alles wat binnen mijn vermogen ligt. Bijvoorbeeld ook op zondagmiddag dit soort interviews geven. Hè, maar het is wel heel erg ingewikkeld om elke keer tegen dit soort grote sweeping statements te moeten argumenteren. Bij de inleiding ging het daar ook al over. Ik hoorde je zeggen, maar ja, iemand moet het toch doen hier. Ja, zeker. Bij het Filmfonds en het Letterenfonds, dat zijn organisaties die kan je vergelijken met de NPO. Daar mag een directeur maximaal 2 termijnen zitten, van 5 jaar. Ja, heb ik nog 5 jaar te gaan. Maar waarom denk je dat dat is? Ik denk omdat een directeur daar misschien meer inhoudelijk bepalend is dan bij andere directies. Ik denk niet dat ze... Zijn ze inhoudelijker bepalender dan jij, denk je? Ik weet het. Je vroeg mij wat ik dacht, dus dit is wat ik denk. Oké, dat is terecht. Maar Frans, ik heb dus gemerkt toen ik mensen belde dat ze wel degelijk bang voor je zijn. Oké. Best wel veel. En in NRC is een keer aan jou gevraagd, is er sprake van een angstcultuur? En toen zei jij, nee. Hoe weet je dat? Hoe weet ik dat? Ja, hoe weet je dat het wel zo is? Ik leid de NPO. En in elk geval in de NPO-organisatie hebben wij een open cultuur. We hebben ook een heel ingewikkeld bestel... waarin de omroepen pitchen, waarin de omroepen pitchen bij de NPO. En ik kan niet ontkennen dat daar dus natuurlijk een mate van afhankelijkheid mee gepaard gaat. Ja, en het feit dat wij... Ik heb onszelf ook wel eens makelaars in teleurstellingen genoemd. Ja. Er wordt soms 5 tot 10 keer overtekend op wat wij kunnen plaatsen. En ik weet niet zeker of mensen die teleurstelling... nou vertalen naar het is een angstcultuur of je bent niet gewenst of je bent... Ja, maar dat zit natuurlijk voor gedeelte, je hebt een keer gezegd, dus intuïtie wat ik doe. Ja, dat is ook voor gedeelte gewoon smaak, dat is jouw bedrading of de bedrading van je collega's. Dus het heeft misschien ook een element van, het is ook jouw smaak. Dus jij bent de reden dat mensen iets niet kunnen doen. Nee, maar er zitten hier... Dus ze zullen willen voldoen aan jouw smaken, jouw wensen. Ja, maar er zitten hier 2 verkeerde aannames in. Ik selecteer niet op dagdagelijkse basis de programmering zelf. Dat doen gewoon de netmanagers. Zeker. En dat, maar die beoordelen. En dat zijn Ja, ik beoordeelde net managers wel, maar niet per keer de selectie. Hè, dat, en twee, toen ik het had over intuïtie, ik heb wel eens gezegd, de kans op goede programmering is 30% kennis en ervaring. Is 30% een beetje geluk en dus misschien 30% intuïtie. Ja. En dus ik wou alleen maar zeggen, zo willekeurig is het gelukkig ook weer niet. Hè, dat, en ik geloof oprecht dat als het om mijn team gaat, dat het mensen zijn die vanuit een professionele houding, zonder vooringenomenheid, alle programmavoorstellen toetsen aan uiteindelijk wat wij met de grote programmering willen bereiken. Oké. Frans, je hebt dus bij het Filmfonds en het Letterenfonds een termijn. Is het een idee om dat ook bij de NPO te doen? Zeker. Wanneer is een idee. Erop? Nou, dan, heb ik ongeveer al 5 jaar te gaan. Dus die mensen die in angst leven... Je bent 7 jaar nu, dus dan zou je nog 3 jaar mogen. Maar dat is 1. 2... je gaat dus wel weg ooit. Dat gebeurt. Nou, dat mag ik hopen. dat mag ik ook voor mezelf hopen, dat ik ooit wegga. Maar we zijn nu een nieuw systeem. Ik zal er niet ver over uitweiden, hoor. Maar wij gaan van netmanagement naar genremanagement. En daarmee gaan we ook de termijnen van 5 jaar introduceren. 2 keer 5. Met terugwerkende kracht? Nee, niet met terugwerkende kracht. Want zo ziet jouw arbeidscontract er ook niet uit, geloof ik. Dus dan kan je nog 10 jaar door, bedoel ik? Als ik zou willen, zeker. Okay. Ja. Allerlaatste vraag, even helemaal los hiervan. Jij hebt een privé-e-mailadres aangemaakt ooit. Ja. Je hoeft natuurlijk niet dat hele mailadres te delen, dat lijkt me een beetje onbehoorlijk. Ja. Zou je het eerste woord dat daarin zit met ons willen delen? Power. Powerplay heb ik. Ja. Ja. Nou, dat heb je toch helemaal onthuld. Nee, want ze weten niet het wat of het. Oh ja, oké. Ja. Waarom? Als je zelf aan de hand van alles kan definiëren, je kan alles doen. Ja. Waarom is het dan powerplay? Nou, omdat ik mijn dit mailadres heb ik aangemaakt op het moment dat ik naar een ijshockeywedstrijd aan het kijken was. Mm-hmm. Rusland tegen Tsjechië. En powerplay is daar een begrip. Net als boardchecking, et cetera. Het is niet een Machiavelliaanse... nee, ja, dat plak jij er weer op. Dus ik vertel je ik plak het niet, hè? Ik vroeg. Moet te streng zijn. Dames en heren, Jeroen Pen, dankjewel. Enorm bedankt. Dankjewel. Dankjewel.